Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag echt iets mega leuks. Ik sta namelijk samen met mama in de Zijperstraat. En voor de mensen die dat niet kennen, dat is de kringloopstraat van Alkmaar. Veel zin in. We hebben als eerste een afspraak bij kringloopwinkel Loods 15. Heel erg benieuwd naar. En we gaan nog naar Rattenplan en naar nog een kringloop morgen. We blijven hier nog slapen, echt super leuk. Echt heel veel zin in. Ik pak gelijk even een review erbij. Kijken. Dit is hem. En zoals je kan zien, hij heeft 4,3 sterren van de 5. Klein maar fijn. Hij ziet er heel groot uit. Klein maar fijn. Erg overzichtelijke kringloopwinkel en heel leuke spullen. Fijne sfeer, topspulletjes. Hele aardige mensen en absoluut niet duur. Nou, we gaan het gewoon helemaal meemaken. Let's go. Hier hebben we allemaal meubels. Ik zie daar wel wat kleding, dus daar gaan we zeker even kijken. Oh, dit is zo cute. Nou, amanden heb je hier genoeg. Dus als je nog een rode amand zoeken, je weet waar je moet zijn. Zo mooi. Het is inderdaad niet super groot. Ik zie wel dat je nog naar boven kan, dus dat is wel nice. En hier is kleding. Daar wil ik ook nog even kijken. Deze heel cool was. Kijk hoe leuk anders. Op zich is het wel vintage. Hij is wel een mooi broek. Ik zie hier een Spencer. Kleding is wel echt goedkoop. Deze is 2 euro. Dat is wel leuk. Nee, dit vind ik niet zo. Oh, dit meditatiekussen. Oh, dit is zo cute. Oh, echt leuk. Mam? Oh nee. Waar is zij nou? Ik zie ook echt een hele kast. Vol met tassen. Wat wil je doen? Zo vol. Zo cute. Echt cute tasje. 2,50. Hier hangt gewoon iets van Subdued. 1 euro. Hier betaal je in de winkel echt 40 euro voor. Het is echt te kort. Het is ook hetzelfde soort rokken. Wat is dit? Huh? Wow. We staan nu boven. Helemaal vol met fotolijstjes en schilderijen. Dit had ik niet verwacht. Kastje. Ik loop er gewoon bijna voorbij. 12,50. Super mooi. Echt super mooi. De reviews hadden wel een beetje gelijk. Qua meubels. Heel veel. En qua kleding. Niet zoveel, maar ze hebben wel echt mooie spullen. Ik heb bijvoorbeeld dit. Zo'n lange jurk. Ik weet nog niet wat ik echt van de kleur vind. Maar wel echt cute met van die super dunne straps. Echt zo wavy. Ik weet niet of dit maakt ze wel een beetje gala. Ik weet het niet. Ze hebben hier echt heel veel van die super mooie lampenkappen. Gewoon nog helemaal nieuw. 5 euro. Deze is echt heel leuk. Ik heb de jurk aan. Het is heel pretty. Alleen, ik weet niet of het zeg maar echt als een zomerjurk kan. Nee, ik vind de fit wel heel mooi, maar... Oké. Ik heb de jurk nog aan mama laten zien. En zij vindt hem ook meer avondjurk dan zomerjurk.
is echt mooi. Ja. Okay, we zijn bij de tweede kringloop. En dit is kringloop Alkmaar. Het loopt helemaal tot daar. Ze hebben twee Dalmatiërs. Oh my god, zo cute. Ik zie deze rok. Echt zo mooi. En hij is van de Mango. Pretty, mooi. Wauw. Ik zie nu al, dit is echt een fashionable kringloop. Kijk, prachtig. Echt zo'n hele set. Oh. Wauw. Zo leuk dit. 7,50. Echt dit is allemaal zo. Het lijkt allemaal gewoon nieuw. Even serieus, je weet gewoon niet waar je moet kijken. Het is zo groot. Echt vergeleken met die in waar we eerst waren. Oh my god. Serieus, het lijkt echt gewoon op een normale winkel. Wow. Dit is echt leuk om je wier ook in te doen. Kijk hoe leuk. Past dat, denk je? 3 euro. Want ik heb mijn wier ook, heb ik gewoon los. Maar ik zie dus een sapcentrifuge. Kijk. Echt gewoon helemaal nieuw voor 12 euro. Ze hebben hier ook nog één van Philips. We zijn nu in de tweede ruimte en er zijn ontzettend veel boeken. 2 euro. Oké, mama en ik hadden dus deze superleuke kussentjes gezien en ik wilde het dan als meditatiekus gebruiken. De medewerker hier zegt dus dat dit bij elkaar hoort, maar het past er wel op, maar dit is toch helemaal niet een vibe. Dus ja, dat krukje is 17 euro en ik ga niet 17 euro. Oh my god. Dit is dan helemaal boven. Kijk hoe leuk deze stoelen. 4 keer voor 50 euro. Oké jongens, dit is het vestje. Dit is zo cute. Ik vind het helemaal een vibe. Echt zo leuk. En als je dan bijvoorbeeld met zo'n wit topje doet. Ja, ik zie het er helemaal voor van me. Dit is dus van een merk. George, ik ken het niet. Nee, 6,50, maar dit is echt helemaal. Ja, ik hou echt van deze stijl. Zo'n boho vibe. Dus ik ga deze echt nemen. Ik vind deze echt super leuk. Je hebt zeg maar hier zo'n spiegel. Dus je moet zeg maar naar buiten. Ik ga het niet eens buiten doen, want het is gewoon echt veel te groot. Ik vind de kleur wel heel nice, maar het is echt niet. Nee. Ik neem dan deze. Hallo, good morning. Vandaag gaan we naar de derde kringloop in de Kringloopstraat van Alkmaar. Super veel zin in, we gaan naar Rataplan. En we zijn wakker geworden in dit super mooie, cute hotel. Echt, kijk nou. Ik zal het linkje hiervan wel even in de beschrijving zetten. Echt helemaal mijn stijl. En we zitten dus in het historische centrum volgens mij. En dit is onze view. Geweldig. Het was echt super chill. Ja, dit wil ik toch even snel laten zien. We hadden daar ons ontbijt in. Dit is echt een mega grote waterplan. Zit glitter in? Dit was echt best wel cute. Maar er zit glitter in. Op sommige rekken hangt echt niet veel. Dit is zo cute. Oh, die pailliet, wat is dat? Ik zoek nog een tafellaken. Misschien is deze wel mooi. Alleen, dit is echt niet nice. Dit is rond, volgens mij. Kijk, gewoon wit. Ja, dat is perfect. Ik weet alleen niet hoe duur ze zijn. Hij is van Dylan Camille.
geweldig, geweldig. Net als even opgehangen wat ik kan passen. We zitten in de blauwe tinten. Ik heb dit. Dit is super cute. Topje, maar misschien vooral om in te slapen of onder een blazer of zo. Want ja, de stof is gewoon heel lekker zacht. En deze is 1,25. Dan heb ik deze flirt broek gevonden. Cute. En dan nog dat truitje. En natuurlijk de tafellaken. Wat vinden we? Ik vind het model heel erg cute. Ik heb alleen geen blauw. Ik heb misschien in mijn kast 2 blauwe items. Dus ik vind het wel een beetje wennen. Het is niet echt een kleur die ik heel snel zou nemen. Ik weet alleen niet hoeveel die is. Dat wordt nog een verrassing. Maar ja, ik denk dat ik deze wel ga nemen. En ik heb gewoon niet zo'n kleur. Dus het is ook weer even wat anders dan een bruin iets, een wit iets of weet je wel. Lekker zomers. Ik heb nu het topje aan. Omdat de stof echt zo lekker zacht is, wilde ik hem eigenlijk als soort slaaptopje. Maar eigenlijk vind ik het wel leuk zo. It's kind of a look. Wat vinden jullie? En die kleur is echt zo'n mooi babyblauw. Jongens, de flared broek is verschrikkelijk. Prepare yourself voor een camel toe. Ja, hij is iets te lang, maar dit... Oh, je ziet het niet eens. Nou, ik zie het heel erg in ieder geval. Verder was het eigenlijk wel een hele chille broek geweest. Zeker niet. Nee. Ik vind het pof op zich wel cute. Maar het is gewoon... Het is het niet. Hij komt zo half. Wij staan nu bij het kleingoed. Echt, ik ben zo obsessed met deze glaasjes. Alleen... Geen idee wat je hierin drinkt. Ja, een soortje liqueur. Mocht je nog vazen zoeken, dan moet je echt hier zijn. Deze is echt een beetje zo'n aarde kleur. Oh, deze vind ik zo leuk. Het zou echt helemaal in mijn huis passen. Als ik dat doe met mijn gipskruid. Ik had ook nog deze gezien. Deze is wel echt zen. Dit is een aardewerk. Ik vind het zo mooi. Best groot boekengedeelte. En dan zitten hier nog wat meubels. Ik zoek dus 3 van die witte boeken met bijvoorbeeld gouden letters of zo voor op mijn ladekast in mijn slaapkamer. Het maakt eigenlijk dus helemaal niet zo erg uit wat het precies is als het maar wit is. Dus dat gaan we hier even zoeken. Oh, echt. Als ik al die landen zie, denk ik... Ik wil zo graag reizen. Ik krijg hier sowieso echt als Virgo zijnde dikke stress van. Oh, echt. Deze 2 tafels zijn van die wandtafels. Maar deze is echt zo leuk. Je kan hem ook nog helemaal spuiten of zelfs nog verven. Zijn ze duur? Deze is 12,50. I love it. Ik heb helemaal geen plek voor, but I love it. Mama zag deze super mooie vaas. Echt heel leuk. Dat zat er dus in. Ik vind het wel heel beachy vibe. En in mijn slaapkamer is het natuurlijk wel een beetje met wit en bruin en zo. Het is toch vreselijk. Maar hij is dus maar 6 euro. Dus nu twijfel ik. Ik heb geen pluimen. Als jullie nog een goed adres weten of winkel waar ze van die pluimen verkopen, let me know. Ik denk dat ik hem gewoon ga nemen en dan naast mijn ladekast zet. Shoplog! Inmiddels ben ik weer thuis en Alkmaar was echt zo ontzettend leuk. Zeker een aanrader om überhaupt naar de stad Alkmaar te gaan. Super cute. Ja, het was gewoon echt heel erg leuk. Ook de Kringloopstraat was heel leuk. Zeker een aanrader. We zijn naar alle kringloopwinkels volgens mij geweest die in de straat waren. Ik zal sowieso alle kringloopwinkels hieronder in de beschrijving zetten. Dus check ze eventjes. Bij de eerste kringloop, Kringloop Loods 15, heb ik niks gekocht. Mama heeft daar wel echt een heel tof rek gekocht. Echt zo'n
echt zo'n jassenrek, maar heel industrieel en heel mooi zwart. Ik heb het niet meer gefilmd. Ze heeft hem daar gekocht voor 30 euro en hij was echt zo nice. Volgens mij betaal je daar in de winkels echt super veel geld voor. De medewerkers van de kringloop waren echt heel erg aardig. En het was ook wel echt gewoon een ruime kringloop met veel meubels. Dus als je meubels zoekt, dan zou ik zeker daarheen gaan. Dan zijn we naar kringloopwinkel Alkmaar gegaan. Echt super nice. Ze hadden dus nog plek. We gingen op een vrijdag, dus dat was wel chill. Het was echt helemaal niemand. Misschien echt. Aan het einde waren er misschien 3 mensen. En het was echt een groot, groot kringloop. Echt, ik wist gewoon niet waar ik moest kijken. Ik dacht echt, wow. Dus mama en ik waren echt super enthousiast. En ze hebben heel veel homes. Ze hebben heel veel kleding. Ze hebben echt van alles. En ook echt kwalitatief goede spullen. Dus als ik van de 3 kringlopen moest kiezen, dan zou ik zeker teruggaan naar deze. En niet zo snel meer naar de andere kringlopen. Hier ben ik dan ook het meeste geslaagd. Allereerst heb ik 3 boeken meegenomen. En deze zag ik toevallig in een van mijn favoriete winkels hier in Rotterdam, Mystiek. Waar je ook gaat, daar ben je. En ik wilde deze al kopen. Dit is een wat oudere versie. En ik zag hem daar voor 25 euro. En nu zag ik hem hier voor 2 euro. Ik ben er al helemaal in gaan lezen en dingen in gaan onderstrepen. Voor de mensen die het nog niet weten, ik mediteer al best wel lang. En ik vond het wel erg leuk om me hier nog meer in te verdiepen. Dan heb ik nog een boek. Mindfulness praktisch toepassen. Ook met allemaal oefeningen en tips en zo. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk. En deze was ook 2 euro. Ziet er echt nog helemaal nieuw uit. Alleen bij sommige waren wel van die markeerdingen. Dus ja. Maar ja, ik vind het niet zo erg. Het gaat natuurlijk om de inhoud. Maar verder ziet hij er echt helemaal nice uit. En dus 2 euro. Ze hadden echt zoveel boeken over psychologie, koken, spirituele dingen. Dus ik had ook nog deze gehaald. En deze was 3 euro. Deze. Dan had ik nog een super mooi schaaltje gevonden. Ik vond het echt zo ontzettend mooi. Ik weet ook niet of dit echt een naam heeft qua materiaal. Ik weet het niet. Maar ik vond hem echt super mooi. En ik heb er nu allemaal Polaroid foto's in gedaan en een Paolo Santo sticky. Zo. Je kan er natuurlijk van alles in doen. Ik vond het gewoon cute om die Polaroid foto's te doen. Maar je kan er echt van alles in doen. Dus helemaal leuk. Ik heb natuurlijk mijn boho vest meegenomen. Echt heel mooi. Deze was voor mij wel 6 euro. En dat komt door het merk, denk ik. Ik vind hem wel echt heel mooi. Maar ik weet niet of ik hem 6 euro waard vond. Maar ik vond gewoon die detail met zo'n wijde mouw heel erg pretty. Ja, ik zag het gewoon helemaal voor me. Dus ik heb deze ook gekocht. Helemaal leuk. De volgende dag gingen we dus naar Rattenplan in de Zijperstraat. Allereerst dit off-shoulder topje in het blauw. Hij ziet er helemaal nieuw uit. Dus dat was heel erg nice. Het is een maat XXS. En ja, ik dacht, ik heb niet zoveel blauw. Dus ik neem deze mee. En deze was voor mij 2 euro. Ik weet niet meer wat ik had gezegd. Dan nog dit blauwe topje. Hier zit geen merk in. En deze was 1,25 euro. Ja, super zacht. Ik moest hem gewoon echt meenemen. Dus ik heb hem gekocht. Hij heeft hier wat kleine beschadigingen. Deze was dus 6 euro. Maar kijk, ik zag dus dit. Toen dacht ik, oh my god. Dus ik heb het er nog niet afgehaald, maar mama en ik gaan hem gewoon helemaal, we gaan hem gewoon helemaal in het wit maken. En ik vond het echt zo ontzettend mooi. Het staat ook echt super mooi met van die pluimen erin. Deze, en hij staat nu helemaal aan het begin als je bij de ingang binnenkomt. Daar vond ik hem wel heel erg mooi staan. Dus ik weet nog niet of ik hem daar ga laten of dat ik hem nog ga verplaatsen. Want ik ben wel iemand die soms een beetje snel is uitgekeken. Dus dan denk ik, oh, dan ga ik hem weer ergens anders zetten. Of nou ja. Dus ik heb deze uiteindelijk dus nog gekocht. Super mooi vind ik hem. Echt zo'n beachy vibe. Ik ben hier ook wel goed geslaagd. Hier heb ik nog mijn tafelkleed gevonden. Het past echt precies op mijn ronde tafel. Ondanks dat ik dus van die onderzetters gebruik voor mijn borden en zo, merk ik gewoon dat ik echt super bang ben voor mijn hele mooie en dure
tafel, als er zeg maar water op komt, er is al een keer water overheen gekomen. En nu zie je gewoon echt van die vlekken erop. Dus vet balen. Dus daarom wil ik al heel lang gewoon een tafelkleed. En deze is dus van Dylan Camilla. Hij heeft echt een beetje zo'n linnen vibe. En deze was 3 euro volgens mij. Ja. Deze moet ik nog wassen en strijken. Dus deze zien jullie sowieso nog wel een keer in een huisvlog op de tafel. Ik vond Rattenplannen ook wel heel erg leuk. Hij was heel erg groot. Alleen er hing gewoon niet zoveel spullen in de rekken, zeg maar. En ook soms in de vakken dat ik dacht van, oh, hier ligt gewoon niet echt iets bij. Maar dat is echt gewoon puur smaak, want ik ben best wel heel erg geslaagd. En je moet natuurlijk ook gewoon geluk hebben in dat het in je smaak valt. Ik ging op straat, ik vond het zo'n leuke sfeer hebben, dat je gewoon de hele straat met allemaal kringlopen. Geweldig, dus ik zou zeker aanraden om daarheen te gaan. Dus bij deze ga ik de video afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Abonneer ook eventjes op mijn kanaal, mocht je dat niet hebben gedaan. Dan mis je geen een van mijn video's. Ik upload elke week, niet echt op mijn vaste dag, maar ik upload sowieso 1 keer in de week. En vaak is dat op de woensdag of donderdag of op de zondag. Dus ja. Doei.